Je bent zwanger. Dat is spannend en nu met corona al helemaal. Je ervaart tijdens een zwangerschap vaak heftige emoties. Je voelt je extra kwetsbaar en verantwoordelijk voor de gezondheid van je baby. Doordat je veel thuis zit, ga je misschien meer piekeren. Probeer je emoties te accepteren zoals ze zijn. Het is oké okay om je zo te voelen. Spanning geeft stress. En als je overal leest dat stress niet goed voor jou en de baby is, dan geeft dit nog meer spanning. Belangrijk is dat je iets doet om de spanning te verminderen. Volg bijvoorbeeld een online cursus yoga of mindfulness. Daarnaast helpt het om structuur aan te brengen in je dag en afleiding te zoeken. Ga naar buiten om te fietsen of wandelen. Dat is goed voor je en dat kan gewoon als je genoeg afstand houdt. In OLVG staan we voor je klaar. De zorg zoals je die hebt afgesproken gaat vooralsnog gewoon door, maar kan wellicht hier en daar wat langer duren. Geplande keizersneden, spoedkeizersneden en polyclinische bevallingen met je eigen verloskundige gaan allemaal gewoon door. Heb je verder nog vragen? Meer informatie vind je op onze website en hoor je in onze webinar. Ga naar www.olvg.nl.